Goedemorgen allemaal, dag 3. Techniek van de dag wordt vandaag Tai Otoshi. Het is een valworp, geen tilworp. Tai betekent lichaam, Otoshi betekent neervallen. Wie gaan er vandaag allemaal weer meedoen? Nou, in dit geval doet vandaag mee Ram. We hebben, waar is Lilo? Die heb ik beledigd, die wil niet meer. Dat was gisteren. Vandaag mag hij wel weer meedoen. Lilo, kom maar, kom dan. Kom maar. Je mag meedoen, jongen. Goed hè. En Stitch, jij kan vandaag niet meedoen. Dus in dit geval ga jij vandaag even terug naar Galactica Federation. Tai Otoshi is een worp dat je eigenlijk iemand wil laten struikelen. Het is een worp dat je erin valt. Je gaat hem niet tillen. Dus wat je doet is dat meteen je gaat lopen met iemand. En dan ga je door je knieën zakken en je zet alleen je onderbenen voor. Net onder zijn knie, dat is het mooiste. Dan gaat hij struikelen. Ga je te veel voorstaan, dan loopt hij tegen je lichaam aan. En dat wil je juist niet. Dus je moet goed naast blijven. Eén been gebogen, één been gestrekt. Ram, je moet zo meteen bij Lilo proberen te tackelen, echt voor de onderbenen. Nou, dit is een tackle, dus dat wordt echt lastig tackelen, op de hoogte van de knie ongeveer. Nou, poging 2 van het tackelen van de tackle. Ga nu de worp maken. Je pakt iemand vast bij de mouwen. Eén hand gaat in de kraag, duim in de kraag. Je stapt naast iemand, je tenen wijzen dezelfde kant op. Je zakt door je knieën heen en je zet je onderbenen voor. En hij springt eroverheen. Hetzelfde doe je aan de andere kant. Mijn andere arm pakt hij vast in de kraag. Ik stap ernaast, tenen dezelfde kant op, doe mijn knieën, zak mijn benen voor. Zo ga je de hele tijd door. Om te oefenen. We gaan nu de worp doen als test. En het werkt als volgt. Zometeen komt degene die werpt, die komt inrennen. In het Japans heet dat degene die uitvoert Tori. Degene die valt, die heet een oeken. Nou, als Tori komt inrennen, pakt hij mij vast in de kraag. De kant dat hij mij in de kraag vast hebt, daar gaat hij aan trekken. En dan trekt hij zich mij om zich heen. Dan zet hij het worp in en dan val ik op de bank. Nou, dat laten we zien aan twee kanten hoe je dat kan doen. 3, 2, 1, start! Succes allemaal hiermee. Ik wil voor de rest even iedereen alvast bedanken voor alle leuke reacties die los zijn gekomen op Instagram en op Facebook. En ik wil eigenlijk zeggen ook de leukste reactie, ga ik even zeggen, Isaac, deze is voor jou jongen.